Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe video kijkt. En ik heb vandaag, zoals je al misschien aan deze geweldige piano ziet, even vergeten dat die aan stond. Maar vandaag heb ik voor jullie een nieuwe vertalen en verklaren. Oftewel, ik ga jullie favoriete Nederlandstalige liedjes naar het Engels vertalen. En jullie favoriete Engelstalige liedjes naar het Nederlands. En tussendoor gaan we ook nog eens een keertje kijken wat alle liedjes nou precies betekenen. Bereid je voor op liedjes van onder andere Femke Louise. We gaan luisteren naar liedjes die allemaal ineens over bloed gaan. Van onder andere Shawn Mendes en 5 Seconds of Summer. En verder heb ik nog Dua Lipa voor je en nog veel meer. Dus als je ook zin hebt om de komende paar minuten gewoon lekker te blijven ademen, net zoals ik, doe dan eventjes je duim omhoog. En laten we gewoon proberen de 20.000 duimpjes te gaan halen. Ik word met de week ambitieuzer. Net zo ambitieus dat ik vandaag alles live op de piano ga spelen. Wow, dat klonk heel eng. Dus dat wordt wat. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, het is je vergeven. Maar druk wel eventjes op de rode abonneerknop onder deze video, want dan hoor je automatisch bij de familie. En we zijn op weg naar de 500.000. Oh my god, het gaat bijna gebeuren. Ik kan niet wachten. Ik weet niet precies wat er dan gaat gebeuren, maar vast iets leuks. Maar we gaan beginnen. Het is tijd. Woe. Ik heb mijn piano behoorlijk moeten afstoffen. En laten we vandaag gewoon beginnen met het nieuwe nummer van Femke Louise dat van de week is uitgekomen. Hij heet Hi. En dan niet hi van halloi, maar hi in de zin van hoog. Laten we eens een klein stukje luisteren. Ik doe mijn best. Misschien nog wel meer dan de rest. Dus waarom mag het niet zo zijn? Oftewel, dit wordt een Nederlands liedje dat ik naar het Engels ga vertalen. Maar er zitten ook een paar Engelse woorden in, die ga ik weer naar het Nederlands vertalen. Dus door de mix, het wordt heel erg ingewikkeld. Maar we gaan het proberen. Dit is Femke Louise met Hoog. Trying hard, maybe even more than the rest. But why can't it just be? Why isn't this for me? This poop makes me hoog. Trying hard, maybe even more than the rest. But why can't it just be? Why isn't this for me? This poop makes me hoog. Hoog, 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 hoog. This poop makes me hoog. Nou, ik kan me wel voorstellen waar Femke dit nummer heeft geschreven. Ik vermoed op de donkerste kamer van het huis. Maar dat is eigenlijk helemaal niet raar, want je krijgt vaak op dat soort momenten wel heel veel inspiratie. Nou, dat blijkt maar weer, anders bestond dit nummer niet. Trying hard op het toilet. En dan is het eruit en dan lucht het zo op dat het je hoog maakt. Nee, ik snap hem helemaal. Wat een ontroerende teksten weer. Deze was onwijs wel aangevraagd door jullie en de volgende ook. Mocht je trouwens nog andere liedjes denken van Rutger, die moet je de volgende keer vertalen, laat het dan weten in de reacties. Ik kijk er altijd bij het bepalen van de nieuwe vertalingen. Maar Shawn Mendes is denk ik wel de meest aangevraagde van deze video. Zoals jullie weten, ik hou van Shawn. En hij ook van mij. King Alert. Maar ik zat enorm te twijfelen tussen zijn twee nieuwe liedjes. De ene heet namelijk Lost in Japan. En eerlijk, ik dacht gewoon, Shawn, waar haal je toch de inspiratie vandaan? Lost in Japan? Maar toen ging ik even googlen naar hoe het er ook weer in Japan uitziet. En toen zag ik allemaal van dit soort afbeeldingen. Dat ik dacht, ja, weet je, het is ook niet zo moeilijk om te verdwalen in Japan. Die vond ik iets voor de hand liggend, maar gelukkig heeft hij nog een nummer. En dat is In My Blood. En die klinkt zo. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Nou, en ik zal je vast voorbereiden. Het is niet heftig nieuws, althans, er is nog niks bekend geworden. Maar ik ben bang dat Shawn de afgelopen tijd veel in het ziekenhuis is geweest voor allerlei onderzoeken. Een bloedonderzoek om precies te zijn. En hij moest wachten op de uitslag en terwijl werd hij zenuwachtig en de muren kwamen op hem af. En dat is echt iets voor in een ziekenhuis, want dan zit je in zo'n wachtkamer en dan, nou ja, goed, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. En vervolgens gaat hij nog eens een keertje door met geen medicijn is sterk genoeg. Nou jongens, gaat het wel goed met Shawn? Maar in het liedje klinkt het zo. Neem maar een drankje en het wordt beter. Neem haar naar huis mee en het wordt beter. Zeg tegen mij, het wordt echt beter. Wordt het beter? Help me.
komen de muren op mij af. Soms wil ik liever opgeven. Geen medicijn is sterk genoeg. Oh, iemand help me. Ik kruip in mijn eigen huid. Soms wil ik liever opgeven. Maar dat kan niet. Dat zit niet in mijn bloed. Dat zit niet in mijn bloed. Dat zit niet in mijn bloed. Zit niet in mijn bloed. Nou jongens, een kleine geruststelling, wat het onderzoek ook was, het bloedonderzoek, het zit er niet in, dus hij is kerngezond. Het derde nummer dat ik vandaag ga vertalen is een hele bijzondere. Het is namelijk de soundtrack van de nieuwe film Midnight Sun. Ik heb de film al in het diepste geheim laatst mogen zien en het is een hele bijzondere. De film gaat namelijk over de 17-jarige Katie Price en zij heeft alles behalve een normaal leven. Ze is namelijk mega allergisch voor zonlicht en daardoor mag ze alleen maar in de avond, als de zon niet schijnt, naar buiten. Op een dag ontmoet ze dan eindelijk de jongen die ze al jaren voorbij zag lopen vanuit haar slaapkamer, maar ja, ze kon niet naar buiten. Zij vindt hem leuk, maar hij vindt haar ook leuk. Eén probleempje, ze durft alleen niet haar grote geheim te delen, omdat ze dan bang is dat hij haar niet meer leuk vindt. En daarom spreken ze alleen maar in de avond af en lijkt het alsof ze de perfecte zomer samen gaan beleven. Totdat, nee, verder ga ik het niet verklappen. De makers van de film hebben mij gevraagd om vandaag de soundtrack van de film, gezongen door Bella Thorne, voor jullie te gaan vertalen. En het nummer heet Burn So Bright. En ondertussen kunnen jullie genieten van beelden uit de trailer van de film. Als je valt, krijg je een flinke klap. Als je houdt, ben je heel stralend als sterren van nacht. Nog een toegift dan. Midnight Sun draait vanaf vandaag in de bioscoop. Het volgende nummer is weer een Nederlandstalig nummer dat ik naar het Engels ga vertalen en hij is van een hele bekende van mij. Het was onlangs nog mijn Siamese tweeling en inmiddels is hij miljonair geworden. Ik heb het natuurlijk over Calvin met Miljonair. In Nederland is het natuurlijk een enorme hit, maar wat? Wat? Wat als hij het in het Engels had geschreven? Misschien was het dan wel de nieuwe Gangnam Style geworden, je weet het niet. Dan had het in ieder geval ongeveer zo geklonken. Little boy from the country, didn't have money on the money bank, working hard and being busy, texting, no, I, yes, we did it, mom and dad, I am rich, I'm already millionaire, besides that I'm popular, 3 or 4 or 5 credit cards, not a Rolex but a car's watch, I'm already millionaire, besides that I'm popular, eating pepper bells with Calvin. Mama, that I am rich now. Oh, oh. Mama, that I am rich now. Oh, oh. Nee. Ik denk dat dit het enige nummer is op aarde dat beter klinkt in het Nederlands. Laten we het maar niet doen. En dan is het tijd voor weer een liedje over bloed. Met bloed, zweet en tranen. Nee, dat is hem niet. Het is een Engelstalig liedje, namelijk van 5 Seconds of Summer, Young Blood. Bibica Blood. Maar waarom zingt iedereen nou steeds over bloed en het wordt ook gewoon steeds gekker? Ik ben een dode man, kruipend vannacht. Heb het nodig de hele dag door. This freaks me out, jongens. Wat is er aan de hand? Het klinkt in het origineel ongeveer zo. En in het Nederlands klinkt het zo. Jong bloed, zeg je wil me, terug in je leven. Ik ben een dode man, lopend vannacht. Heb het nodig,
de hele dag door. Oh, jong bloed, zeg je wil me terug in je leven. Ik ben een dode man, kruipend van acht. Heb het nodig, de hele dag door. Snap je wat ik bedoel? Waar gaat het heen? Het houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op, niet vanzelf. Trouwens, voordat ik het vergeet, aankomend weekend is natuurlijk The Gathering. Daar ben ik samen met Thomas bij onze geweldige stand. Als je hebt ingeschreven voor een meet and greet, kun je ons heel gezellig ontmoeten. En anders kun je ook gewoon zwaaien en zo. Dat wordt ook hartstikke leuk. En tussendoor zullen er Q&A's zijn. En er is natuurlijk merchandise verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld het shirt dat ik vandaag aan heb. Met een speciale korting, maar ik zou het oneerlijk vinden als het alleen voor de mensen is die op The Gathering zijn. Dus als je niet komt, heb ik heel erg goed nieuws voor je. Tot en met zondag heb ik een kortingscode van 20% op alles uit mijn collectie. Leuke shirts voor de zomer, de squishies, mijn boek, noem het maar op, het 24 Kitchen schort. Gebruik dan de code DITG18 bij het afrekenen en dan krijg je 20% korting. Geldig tot en met aanstaande zondag. Het laatste nummer van vandaag is van Dua Lipa en het heet IDGAF. En die afkorting is al een slimme manier om te verhullen waar het lied eigenlijk precies over gaat en wat er allemaal niet in gezegd wordt. Want als je dit gaat vertalen, dan zal je erachter komen dat dit liedje in het Nederlands waarschijnlijk niet zou hebben bestaan. Je zegt sorry, maar dat is nu te laat. Bespaar het, wees klaar, hou je bek. Want als je denkt dat jou mij iets boeit, nou jongen, ik geef geen neuk. Oké. Ik zie dat je naar me wilt, smekend op je knieën. Jongen, ik geef geen neuk. Stop met naar me toe komen, hou nu eens op. Jongen, ik geef geen neuk om jou. Ik geef geen neuk om jou. Ik geef geen neuk. Ik geef geen neuk. Ik geef geen neuk. Ik hoop dat je met veel plezier naar deze vertalingen en verklaringen hebt gekeken. Neem het natuurlijk allemaal met een korreltje zout, of beter gezegd, pak gewoon een heel pak zout, want dat zal je nodig hebben. Alle nummers en alle artiesten uit deze video vind ik super tof, dus het is niet de bedoeling om je belachelijk te maken. Het enige wat ik doe is de liedjes door Google Translate heen halen en dan krijg je dit. Als je het leuk vond, doneer dan je duimpje omhoog. Dan weet ik dat je het tof vond en dan kan ik misschien binnenkort gewoon weer een nieuwe vertalen maken met nieuwe liedjes die jullie hebben aangevraagd. Dus stel vooral al je verzoekjes, dingetjes, dat is geen zin, maar doe het in de reacties onder deze video. Als je niet kunt wachten tot volgende week donderdag, volg me dan ook eventjes op Instagram. Daar heet ik Rutger Vink. Kun je genieten van al mijn spannende stories en andere leuke dingen. En dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie je gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fearless. Doei doei!